Hij wil naar beneden komen. Eigen server, dit is een combat server. En ja. Ach, ik zag zo'n tp-chat deel. Hey bro. Yo. No, thanks, man. Yo, geen probleem. Ik had nog één vraag. Ja, moet zeg je maar. Gewoon RP doen of zo? Is dat gewoon een beetje een combat? Dit is zeg maar een combat server, ja? Ah, shoot. En wacht. Je moet wel roepen. Dus stel, ik heb een wapen op jou gericht, dan moet je wel gewoon even luisteren. Ja, dat weet ik wel. Maar ik weet nu dat het combat is. RDM, basic regels zijn niet RDM en niet VDM en zo. Als mensen het bij jou doen, maak gewoon een reportje. Of ja, slash assist dan, ja? Ja, natuurlijk. Uit. Goed, zoals je ziet, het is redelijk laat en er zijn veel mensen. Dus. Server gaat wel lekker, is 3 dagen open. Je hebt niet te zeggen, man, boys. Vandaag gaan we lekker spelen. Even dus. Maar ik ga vandaag even een montage maken, zo wel. Even kijken, ik heb zo'n multiplier op. Kan ze direct zien komen. Hij heeft politie zegt overvaltje. Voor mij is geen. Harris, man, boys. Join even allemaal Harris. What's up, bitch? Je moet even anders praten, want anders weten ze ook de. Eigenlijk man. Politie, maak eens op de kant! Jeze man.
fuck dacht je paarse samen? Akka kortje, ik akka dood. Yeah, ren de boys! Praten. Blijf je maar praten. Ik voel open met die RS3 en de A3. Wil die aan me wel? Nee, kijk. Dit is oh, moe. We moeten naar het ziekenhuis! Collega's, ziekenhuis! Boys, als je deze server wil joinen, het is Harris. Harris man, boys. Hier kan je, je mag met kanker schelden, maar niet RDM en VDM en zo. Mag wel niet, maar. Mag wel gewoon redelijk veel. Ik ga het niet snel ben krijgen van mij. Noem deze kanker zo, broer. Zo. Probeer je nu mijn auto te stillen, zwaar? Handen omhoog, handen omhoog! Handen omhoog, probeer je mijn auto te stillen. Hé, hey, ja. Ik heb toch zelf een auto. Dat zie ik, ja. Ja. Loslaten. Oké. Loslaten. Instappen wegrijden. Oké, meneer. Ik maak wegrijden, toch? Ja, wegrijden. Zeker. Boys, moest weg. Ja, lapse. Hallo? Jij. Hallo? Hoor ik hier niet meer aan hem zitten, of zo? Anders zou ik je aanschiet, ik je hem dood. Wat blief? Voor ik hier niet meer aan hem zitten. Aan wie? Aan die kerel die je net pakte. Aan de heer. Ja. Kom je aan deze auto? Kopen. Ik ben een lange speler van deze stad. Lange speler, lekker. Sterk. Ja, toch. Maar jullie hebben geluk dat mijn alien vriendjes er niet waren, man. Anders, dan waren jullie wel dood. Zeker aliens. Ben ik niet bang voor. Maar oké, ciao, hè. Later. Ding van Bassa weer eens overvliegen. Want deze zeurt niet veel en ze heeft grote titel. Die bitch is niet eens loyaal, maar jij gaat dood voor liefde. Weet dat jij die shit niet ziet met koolstof monoxide. Ik zet nog... Wie is dat? Element. Hoezo? Omdat die zijn... Je bent gewoon geen owner meer. Ik kom de locatie tonen aan iedereen. Slijtje bij je. Ben je serieus? Ja. Slijtje kom.
Yeah. Up and away, I bet. Feel the walls in my brain and they're caving in. Outside those walls, there's an ocean. Niels, gaan in de mol, Nee, nee, fuck off, jongen. Shelby. AUB. Niels. Ik ga ze met mijn auto. Ja, sorry, ik had die genomen van iemand die aan jouw auto had gestolen. Ja. Hey, Niels. Hey, Niels. Ik heb niks gedaan. Ja, 11 miljoen in spawnen. Ik heb 11 miljoen in. Ik heb niks gedaan. Zeg het te snel, ja? Ik ga je 11 miljoen inspawnen, opeens is al mijn geld kwijt, alles. Echt? Ja. En mijn wapen is ook zomaar weggegaan, dat heeft Niels met zijn ogen. En had je dat geld op de bank of niet? Ik had op de cash. Ja, maar ik moet dat... Men, moet dat niet dan is er een hacker, die heeft de ESX, dan is er ergens een hacker. Ja. Je moet Kunt je pixels, moet ik het zelf doen. 11 miljoen had ik. Ja, spawn even zelf en dan weet je het werd. Ik heb letterlijk... Hij heeft foto's ook. Ik heb de hele dag liggen farmen. Ja, klopt wel. Ja, bij mij is er niks weg, dus. Je moet lightje reviven. Nee, hij blijft liggen, bro. Wat is er? Ik kan geen probleem. Nee. Die leegtje zet iedereen gratis de locatie te geven, hè? Ik weet dat. Hij zet iedereen gratis... Nee, hij doet dat niet, maar hij wil dat doen. Hij doet dat. Ik heb gewoon legit. En laat gewoon mensen gratis locaties zien en zo. Maar moet even kijken, ga even spekken, dat is een fucking veel man. Maar, wilt jij mijn 80k geven alsjeblieft? Bro, waarom vraag je voor zelf... 80k? Gast, ik scheid geen geld, hè? Dat kan niet in mijn poep, hè? Dankjewel Niels, dankjewel. Nu mag ik gewoon zagen. Hey, ik heb ook 11 mil nodig. Ja, ik kan dat niet inspannen, of ik weet niet hoe dat werkt. Ik kreeg al zo laat, wacht. Wat? Ja? Kijk dit. Ja, slash radio terug doen. De slash radio. Oh, dankjewel. Alright, yo. Ja, maar ik kan meten. Ik wil even met Niels of Lennart praten. Hey. Niels! Er is een vriend van mij is doodgeschoten vanuit een andere auto. Kan je ja, dat helpen? Is goed voor jou. Ik word ook doodgeschoten en dan krijg je die revive. Jij hebt mij de hulp. Hey, wat doe jij? Hey, dat is een doe band. Man. Geniet van je band. Geniet van je band, bro. Hey, kankermoeder, man. Kankermoeder, kankerkind, kankeroorzon. Je gaat gewoon een band krijgen, bitch. Cool. Wat ga ik het doen? Dus ik ben er wel. Oh, nou gewend. Die bestuurder of is die ook al gewend? Was dat de bestuurder? Dat was de bestuurder. Ja, was de bestuurder. Fucking allebei, jongen. Ja. Niels, ik heb die locatie niet verkocht. Nee, ik zie jullie. Ik kom voorbij. Jij zegt het terug tegen mij. Alla, geef die weg. Ja, logisch. Nee, gewoon niet logisch. Ik heb hem niet weggegeven. Ik heb er een clip van. Ja, ik weet, ik heb dat gezegd. Maar ik heb dat alleen getoond aan Thibaut. En toen zei mama het niet doen. Dus ik heb dat niet gedaan. Ja, natuurlijk moet je dat niet doen. Dat is anders echt niet. Weet je wie dat de locatie natuurlijk heeft gekregen? Joop. En Joop heeft die doorverkocht. En dat heeft hij ook zelf gezegd. Oké, maar dan moet die gewoon veranderd worden. Iedereen gaat er gewoon weg zo. Maar wat kan ik daaraan doen? Kijk, ik krijg weer op mijn donder dat ik die heb verkocht. Maar ik heb die niet verkocht. Ik zag u deel dat ik weggeef. Weggeven, dat was Thibaut die bij mij in de auto zat en die wist waar dat die zat, want die zette een marker. Ah ja, geld. Nee, Lightje heeft hij niet verkocht.
Lightje wou dat doen en ik heb tegen Lightje gezegd niet doen. En dan heeft Lightje dat niet gedaan. Hij zegt tegen mij, ik ga naar heel de server deze locatie weggeven. Fuck jullie. Ja, tuurlijk, nee, omdat jullie winst gedaan. Maken, maar we gaan dat niet doen. Dat is gewoon om jullie bang te maken. Wat bedoelt jij? Dat is gewoon... We zijn niet bang voor jou, jongen. Hoi, Bartenbeek, niemand heeft u iets gevraagd. Niemand heeft u iets gevraagd. Wie bent jij? Kanker Nederlander. Inderdaad. Hij blijft uit 18. Hij doet je team. Oh, die is boos. Ja, komt eruit dan. Ah, ja. Komt eruit dan. Geen probleem erop. En wat doet hij? Niels, ik zeg u, die politie met zijn masker op, hè? Die met zijn gewoon mijn masker op, die, dat is geen serieuze, hè. Die schiet gewoon dood. Moet je aan je broer vragen, hè. De reus kwam niet naar mij en die zei, ja, moet je in je graf liggen en zo, van al die dingen, hè. Maar dat mag allemaal, je mag dat maar zeggen, hè. Ja, maar dan niet. Maar killen. Vraag aan hem, vraag aan Thibaut. Ja, ik spreek zo af van. Liggen op die toeter, hè. Yo, jullie twee. Yo, wat? Jullie twee. Ja. Ik ben de Niels, ja? Ja. Jullie waren dan net bij de overval, toch? Welke? Ja. Ja, ik vond niet dat echt goed was, man. Waar? Welke? Hiervoor? Nee, ja, bij de KFC. Ik ben nog maar binnen, er is nog niks gezegd en wat jullie doen, jullie komen al gelijk. Bam, ja, bandenplat, dat staat van nergens op. Ja, maar het is gewoon een combat server. Maakt toch niet uit, je gaat eerst vragen of een onderhandelaar wil. Je gaat eerst banden kapot schieten, dan pas gaat het vragen. Niels, dat hadden we ook gevraagd. Nee, jullie hebben eerst de banden kapot geschoten. En dan pas. Ja, ik heb een clip. Nee, zo werkt het helemaal niet. Dat hebben we ook. Zo werkt het. Dat doe ik op elke server hoor, als ik politie ben. En dat is gewoon allemaal goed dan. Ja, dan bak je er nog niet zoveel van, denk ik. Want je moet eerst onder andere vragen. Als blijkbaar wel. Als ik een hostage had, dan waren mijn banden al kapot. Ja? En wat ging je dan doen? Dan ging ik al sowieso niet onderhandelen. Dus, dan kon je alsnog rijden. Met een kapotte banden kun je rijden. Of niet? Nee, dat kan toch niet in real life? Je kan gewoon rijden met kapotte het banden. Het gaat moeilijk, maar... Ja, maar zo werkt het helemaal. Je gaat niet... Dus let er nu even op. Anders moet ik jullie allemaal ontslagen. Want zo werkt het hier nu. Je gaat eerst onderhandelen. Ja? Ja, maar luister, bij deze was dat ook, hè. De reden waarom wij dit doen is omdat ik kom hier aan bij deze OV. Ik vraag een Twitter of die onderhandelaar wil. Ik sta één keer op, weet je. Ik word gelijk beschoten, ik ben gelijk dood. Daarom voel ik ook voor mijn uit. Ja, maar jullie moeten ook even mensen hier willen niet afbieden. Ja, jullie ook niet. Ja. Want ik had nog, er was nog niks gaande daarnet. En opeens... Ja, maar bij deze... Opeens, ik sta... Oké, is goed. We letten er de volgende keer op. Maar kun je wel even ons auto fixen? Dus eerst onderhandelaar, ja? Een dorkchat? Of weet ik veel, boeit me allemaal niet. Yeah. Je vraagt aan politie. Jullie zijn politie. Politie wilt u een onderhandelaar. En ze zeggen nee, dan doet je maar wat je wilt. Dan schiet je zijn banden kapot en dan vlamt je dat kop in. Dat kan me allemaal in kanker schelen, ja? Maar anders ga je gewoon lekker, als hij een hostage heeft, dan ga je gewoon luisteren wat de eisen zijn. En anders, ja. Ja, maar als Stap uit. Wacht even, maar als ik toch vraag, hij trouwens, Niels, wil je onderhandelen? En hij zegt niks meer terug en hij schiet er bezig op mij. Maar ja, dan mag je wel gewoon kanker doodschieten, dan boeit het niet. Ah ja, sterk. Maar gewoon zorgen. Ik zei nog niks in de chat, want ik was die paarse. En ik zei nog niks. En opeens, jullie komen nog maar net en jullie schieten banden kapot. En toen wou ik al niet meer onderhandelen. Ja. Ja, nee, maar hij was bij de deur gaan staan, toen vroeg hij of je wat onderhandelen. Nee, ik stond niet bij de deur. Ja, hij heeft dat wel daar gevraagd. En toen maar je moet het in Twitter, Waar is er een belangrijke? Kan je even komen Nieuws? Nee, maar wacht, ik moet eerst even iets aan Nieuws zeggen. Ja, zeg maar. Die guy, wacht. Die Biba Airbed, die is net Kaulo had gecombatlocked. Ja, hij was dood en toen is hij gecombatlocked. Ja, toen is hij gewoon geliefd. Ja, combatlock heeft toch geen nut. Combatlock boeit niet, want een spawner gewoon terug bij de spawn. Oh ja, oké. We hebben echt een kontje gepakt. Uit. Ja, we gaan naar Kaulo wachten.
Die ammo clips kunnen we niet gebruiken. Ja, bij mij werkt het, maar bij jou niet. Wat doe je precies? Ja, ammo clips. Hij heeft een zo'n. Ik doe you. En hij doet dan op. Hij heeft ammo clips gehad. Hij klikt op use, maar hij krijgt niks erbij. Ik wel. Ik krijg het ook gewoon erbij. Welk wapen heb je? Gewoon een normale pistool. Maar ik krijg het wel erbij, maar hij niet. Ik doe use en staat er zo. Maar je moet de pistool in je hand houden. Je moet de pistool in je hand houden. Oh. En Niels. Probeer het nu nog eens. Niels, kan ik solo doen voor Popo? Kan zeker, bro. We zoeken nog, maar het is hard leven, man. Bij de politie moet je alleen maar schieten. En je moet je ook goed aan de regels houden, want... Snap je? Want ik wil graag Popo worden, maar... Ik zat eerst te twijfelen. Ik vroeg nog aan hem. Zei Popo worden of zo. En ja, ik zei zo, ja, ik wil wat solo doen, want... Ik vind het veel leuker dan gewoon zo normaal leven. Maar mag ik solo doen, of... Ja, doe maar via het ticketje. Maak het ticketje in Discord, vraag politie... En dan kijken we naar, ja? Naam, leeftijd en zo allemaal of wat? Ja, naam, leeftijd, enige ervaring en dat is het dan ook alweer, ja? Alleen ervaring, dus leeftijd en naam. Ja, en of je een beetje ervaring hebt of zo en dat je aan de regels gaat, houden ze goed, ja? Alright, veel plezier man, boys. Is er nog iets of Nee, dankjewel. Alright, geen probleem, boys. Ciao. Allee. Nu ga ik mijn montage maken. Yo. RDM? Ja, ik zeg toch, dit is kankerzielig. Broer, jij zegt, kill hem, hij vest voor hem. Ik weet niet wat vest voor hem is, ik denk is gewoon erg iets of zo. En, ik moet mijn kinderen dus hebben. Dus ik kill hem en het is goed. Niels, ik heb een vraagje, man. Niels, blijf! Niels, hij is VDN door iemand en hij is zijn pistool kwijtgeraakt. Nee, we hebben nu bij hem. Zeg het maar. Ja, ik had hem gezien. Ascend it, zeg het maar. Ik had ja, hem deze geslagen, guy slaat me gewoon random dood. Ja. Niet random, luister. Hij zegt vestvorm. Ik weet niet wat vestvorm is, dus ik denk dat gewoon niet slaan. Gezegd, bro. Hij zei dat. Vestvorm gaat niet eens, normaal gezien. Normaal gaat dat niet, denk ik. Nou, echt wel. Kan wel. Ik heb het al eens geprobeerd. Oh, maar ik moet even in de cirkel staan, anders ga ik geen dingetjes krijgen. Maar, Niels! Oké, fast forward interesseert mij dat boeit me geen kanker, jongen, dus Oké, Niels, maar... En jij, wacht, wie? Gamer for Life, jij RDM't hem, dus jij krijgt een woorden. Nee, maar ik wil het wel anders oplossen met hem. Dat ik hem een schadevergoeding geef. Nee, maar zo werkt het niet. Dit is gewoon een goden regel en dat mag niet. En Jens, Niels. Ja. Ik was gevierd DM en toen was mijn pistool kwijt. En hoe kan hij dan niet meer betalen? Hij heeft al zoveel pistols gekocht. En heb je een club? Nee, dan kunnen we niks doen. Ik sta daar, ik loop naar buiten en ik ben gevierd DM. Hoe kan ik een club maken? We kunnen er niks aan doen. Als je geen club hebt, dat staat ook in de regels. Je moet een club hebben, anders doen we niks. Als dat. Ja, is goed. Kan je me dan misschien 80k, 30k geven dat ik een nieuw kan halen? Nou, gunnen Niels, man boy. 30k, man. Nope, helaas. Ik heb warning. Ja, echt ja. Het is maar één. Bij 3 heb je een 1 uur ben. Oh nee, toch 1 uur, bro. Weet je hoe maar lang kan dit je balletjes sabbelen? Bro, doe even normaal. Speed, kijk iedereen pop, ik zeg maar. Ik ga montage maken. Yo. Je kan. Sorry. Niet van je Ben. Nee, doe niet. Verkeerde spier, zei ik toch? Ja, dus je klikt F6 en dat is een verkeerde spier, ja. Niels, je. Ik heb het toch al losgemaakt? Allee. Hey, Niels. Ja. Lichtje krijgt permanent, goed?
Purm, hoezo Purm? Omdat hij de hele tijd mensen te RDM'en. Ik zat in die grijze auto, ik rijd gewoon voorbij en hij schiet mij ook dood. Dus ik revive mij en dan is het, oh, wie ben, oh, het ben jij. Kanu heeft hij ge-RDM'd. Tybus heeft hij ge-RDM'd. Mij heeft hij ge-RDM'd. En zo is het al de hele tijd, okay. De hele dag. Zie ik al ben, die, ben die gewoon 2 dagen van een week, jongen, boeien. Nee, ja. Meer. Of Purm, ja, doe maar Purm en dan Assas, ja. Je zal wel komen blijden, ja. Ja. En straks bij zorg even dat de gang niet abuse man, want dat kan, dat is nooit een verkeerde spier, dat is nooit. Ik heb net ook al gezegd dat dat niet moet doen. Ja, als ik mijn normale stem had opgezet, oké, dan wist hij dat ik het was, maar ja, ik zal even regels maken. Ja, joh.